kunnen zetten. Jawel, maar het is, kijk, er wordt nu een begroting gepresenteerd. Ja. Met 3,2 miljard aan bezuinigingen. Dat is veel geld. Dat zijn dagen dat ik het niet in de portemonnee heb. Nee. Dan gaan mensen het voelen. Ja. Dat betekent ook dat je daar het kabinet dat het de begroting aanbiedt, daarop ook gaat aanspreken. Zij hebben die keuzes gemaakt, zij hebben ze opgeschreven, zij leggen dat de Kamer voor. En ik vind dat wij dan dat moment ook moeten gebruiken om tegen het kabinet te zeggen waar ze mee gekomen zijn en of wij dat de leidraad vinden voor 2011. Ook al komt er maar over één week of over 3 maanden, ik heb geen idee hoe snel er een volgend kabinet zit. Wij moeten dan niet zeggen van morgenavond hebben wij allemaal een mening over die begroting voor een camera of voor een microfoon, dan moeten we ook zeggen, daar gaan we over discussiëren op de plek waarvoor betaald worden, en dat is in de Tweede Kamer. Prima, dat kunnen we heel snel doen. Maar niet alleen wat mij betreft over de begroting 2011. Kijk, we hebben het vorige kabinet met PvdA en CDA, die hebben eigenlijk al 4 jaar de belangrijke besluiten voor zich uitgeschoven. En die 3,2 of die 18 miljard, en gisteren had Wijfels het over de 23 miljard, hè, dat is het tekort wat, als we hem moeten geloven, morgen in die stukken staat. Dat is natuurlijk allemaal de resultante van het vooruitschuiven van belangrijke aanpassingen in de zaken waar het echt om speelt. Wij laten al jaren de zorgkosten uit de klauw lopen. We hervormen niet in de woningmarkt, niet in de arbeidsmarkt en we investeren niet in onderwijs. En dat heeft dus niet alleen te maken met die 3,2 miljard. Ik denk dat waar mensen echt geïnteresseerd in zijn, is hoe dadelijk onze visie gaat botsen tegenover een ander kabinet. Om te laten zien dat je in dit land een eerlijke kans kan krijgen op een goede opleiding, vervolgens op een baan, op een huis, op dat soort dingen. En alleen een poppenkast met balken en over nog 3,2 miljard. Dat... Ik sta te popelen als er inderdaad een nieuw kabinet komt waar wij niet in zitten, om daar stevig het debat mee aan te gaan. Ja. Daar kun je op rekenen. Maar er ligt morgen wel een nieuwe begroting. Ja. En die begroting die geldt wel voor 2011. En die wordt morgen aan de Kamer aangeboden. Klopt. Daar heb ik graag een mening over. Daar heb ik een mening over. Ja. En daar wil ik graag met de collega's over discussiëren. Ook waar degene bij zijn. Dat doen we over 2 weken. Nee, daar zitten niet de kopstukken erbij. Nou, dat doen we dan. Heb ik de financiële woordvoerders. Ja. En ik heb het wel eens zelf gedaan, hoor. Ja, geen enkel probleem. Perfect. Maar dat gaat straks niet gebeuren. Dus wij laten een kans lopen om met elkaar in debat te gaan over de stand van Nederland op dit moment. Over de zorgen die heel veel mensen in Nederland hebben over hun situatie. En zeker ook wat er in 2011 en verder zou moeten gaan gebeuren. Mag ik even van de plek? Ik wil even 1 stap verder komen. Dit punt is duidelijk. Ja. Maar.